Aan de Vader, aan de Zoon, aan de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Toen de Heer in de wereld kwam, sprak Hij: Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. Beste medegelovigen, van harte welkom. Vandaag vieren wij het oogfeest van de aankondiging van de Heer. Bij de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria mogen wij ons verheugen in de verlossing die komt. Jezus zal komen om Gods wil te doen. Hij offert zich totaal voor ons op. Voor de komst van Christus waren er bij de Joden offers van dieren. Maar die konden de mensen uiteraard niet met God verzoenen. Maar Christus wel. Hij is de ware heiland die aankondigd wordt en komen zal, zodat we altijd weer met God in het reine kunnen komen als we er nederig en berouwvol om vragen. Dankzij de medewerking van Maria is hij welkom in onze wereld en deelt zij als zijn moeder in de verlossing die we mogen ontvangen. Stellen we ons open voor dit wonderbare mysterie, zodat we dankbaar de Eucharistie kunnen vieren. Dankbaar voor God, dankbaar voor Maria. Ze geeft ons een groot voorbeeld van ontvankelijkheid en medewerking aan Gods heilsplannen. Deze houding mogen we elke dag aannemen en als we tekort zijn geschoten, kunnen we altijd bij God terecht om verzoening. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden en gedachten, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, en u mijn broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer en God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. We loven en wij prijzen. We prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader, enige geboren Zoon Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die weg in de zonden der wereld. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. God, Gij hebt gewild dat uw woord het vlees aannam in de schoot van de maagd Maria en mens werd zoals wij. We bidden u, mogen wij de belijden dat onze verlosser God en mens tegelijk is, zelf deel krijgen aan zijn goddelijke leven. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Nu gaan we luisteren naar het woord van God. De eerste lezing is genomen uit de profeet Jesaja. In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: Vraag de Heer uw God om een teken. Het zij hoog aan de hemel
of diep in de hel. Maar Achas antwoordde: ik vraag niet om een teken. Ik wil de Heer niet op de proef stellen. En Jesaja sprak: luister dan, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken. Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen Emmanuel, God met ons. Zo spreekt de Heer. We gaan verder met onze antwoordpsalm, met als refrein: ja, ik kom Heer om uw wil te doen. Ja, ik kom Heer om uw wil te doen. Geschenk en offerande hebt gij nooit verlangd, maar wel hebt gij mijn oren voor uw stem geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik: ja, ik kom zoals van mij geschreven staat. Ja, ik kom Heer om uw wil te doen. Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde. Uw wet is mijn hart gegrift. In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt, mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het. Ja, ik kom Heer om uw wil te doen. Ik hield uw weldaden niet in mijn hart verborgen. Uw trouw, uw bijstand maakte ik bekend. Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, nog uw getrouwheid voor de mensen om mij heen. Ja, ik kom Heer om uw wil te doen. De tweede lezing is genomen uit de brief aan de Hebreeën. Broeders en zusters, het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. Daarom zei Christus al ook, als hij in de wereld komt: slachtoffers en gaven hebt gij niet gewild, maar gij hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden u niet behagen. Toen zei ik: hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat: ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij: slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt gij niet gewild. Die konden u niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moesten worden. En dan zegt hij: hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd eens vooral, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Woord van de Heer. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en gij moet hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Woord van de Heer. Mogen door de woorden van het Heilige Evangelie onze zonden worden uitgewist. Zullen wij samen bidden ons geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, de nedergedaald is ter helle, de derde dag vrij is uit de doden, die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaag zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Leggen we nu al onze gebeden voor aan God, onze Vader, op voorspraak van Maria, moeder van God, de Zoon en moeder van de Kerk. Dat mensen onbevangen naar het woord van God mogen luisteren en het kunnen beantwoorden naar het voorbeeld van Maria. Laat ons bidden. Dat wij alle mensen in nood een warm en dienend hart kunnen toedragen. Laat ons bidden. Dat wij Maria navolgen in haar onvoorwaardelijke trouw naar God toe. Laat ons bidden. Dat alle gelovigen eensgezind mogen volharden in gebed en Gods hulp afsmeken voor alle die zich van God hebben afgewend. Laat ons bidden. We bidden in deze heilige mis ook uit dankbaarheid voor de 91ste verjaardag van Gerard Dirmo. Om Gods goede zegen voor hem en voor alle die hem liefhebben. Laat ons bidden. Wij bidden voor onze zieken, voor hen die getroffen zijn door het coronavirus, dat zij goede zorg en begeleiding mogen ontvangen. Laat ons bidden. Voor onze dierbare overledenen. We bidden voor Riet van Dommelen, Riet van de Ven van Dommelen en Piet Smolders, van wie we afgelopen week in geloof afscheid hebben genomen. Voor pastor Louis Gerards, voor wie vanmiddag de uitvaart zal plaatsvinden vanuit Gelderop. Voor al onze overledenen uit de kring van familie en vrienden, dat zal het thuis mogen zijn in de vrede van God. Laat ons bidden. We bidden een moment in stilte.
Heer ons God, wil de gebeden van uw biddend volk verhoren en help ons in de noden van elke dag om mens tot de volheid te komen van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leidt. Uit de milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak voor ons het brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leidt. Uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer nog ruis over aannemen, tot lof en eer van zijn naam, welzij van ons en van heel zijn heilige kerk. Aanvaard, Almachtige God, de gaven die uw kerk u brengt. Ze erkent dat haar oorsprong ligt in de menswording van uw eigen geboren zoon. Geef dat ze op dit feest met blijdschap zijn mysterie viert, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verhept uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wees onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal
door Christus onze Heer. Zijn geboorte op aarde omwille van de mensen, zijn ontvangenis uit kracht van de Heilige Geest, is door een engel aan de maagd Maria geboodschapt. Ze heeft geloofd wat haar werd gezegd en vol liefde heeft ze hem gedragen in haar maagdelijke schoot. Zo zijn de beloften aan Israëls zonen verwezenlijkt en is verwachting der volkeren bovenmate vervuld. Door hem aanbidden wij de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, uw volvroegde koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gegooid, als u ter eer dit lied wordt aangegeven. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zit werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u en volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere overgave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u, zij te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat gij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, we verkondigen uw dood en we beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrijzen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzame lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bidden wij u vol dankbaarheid het offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkocht door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat God ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God. Met de heilige Jozef, haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren. Met de heilige Willibrord. Met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon,
dat ons uw handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar, Franciscus onze paus, Gerardus onze bisschop, zijn hulpbisschop Robertus, met alle bisschoppen de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer ons God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons het dagelijks brood en vergeef onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. We gestoen door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, en de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. De mensen met ons verbonden, vrede en alle goeds vanuit deze kerk. U in de kerk hier aanwezig, geven we elkaar een groet van vrede. 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 Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Zie, de macht zal ontvangen en een zoon ter wereld brengen. Zijn naam zal zijn Immanuel. Laat ons bidden. Heer, bevestig in ons het mysterie van het ware geloof. Wij beleiden dat Gij
die ontvangen werd in de schoot van de maagd, werkelijk God en mens was. Laat ons door de kracht van zijn heilbrengende verrijzenis eenmaal komen tot eeuwige vreugde door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. En met uw geest. Zeg nu de Almachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En de gezegende is het vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Aan het einde gekomen van deze viering willen we Gerard van harte proficiat wensen. Afgelopen week, 91 jaar, wederom in coronatijd je verjaardag vieren op een andere manier. Maar namens ons team van harte proficiat en alle goeds toegewenst. Nog een mooie mariale dag toegewenst aan u allen. Gaat heen in vrede. Bedankt voor God.